namens het team van Hoekzwaard jullie bedanken voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om daarbij betrokken te zijn. Ik geloof dat de mensen die vanmiddag gespeeld hebben het ook bijzonder gewaardeerd hebben. Ik ben dan een spreker zonder cadeaus, want ik denk, ik ga zonder cadeau, want op een gegeven moment weet je niet meer wat je krijgt. Dus ik kan het beter een jaar later geven, want je weet nooit, iemand neemt wel eens afscheid. Maar er zijn van die gevallen en er zijn van die extreme gevallen in iedere vereniging. En het is eenmaal zo, Piers Hill is net zo groot als Rotterdam-Zuid. Het loopt allemaal hierheen, maar ik geloof dat je een man als Karel Snijders eigenlijk op dit moment uit de voetballerij nog niet kan denken. Ik geloof ook dat op een gegeven moment dat je een beslissing neemt. Het een hoor je misschien te veel, het ander. Je wordt wat ouder, de jaren gaan tellen, dat wil je niet altijd. Maar op een gegeven moment kan je wel eens voor jezelf gaan zeggen van, dit is iets, ja, nu vanavond heb ik eigenlijk geen zin, ik wil eens thuis blijven. En ik denk dat dit het geval met Karel ook wel eens is. Als hij een drukke dag heeft gehad, druk met zijn werk, en dat dan s'avonds thuis komt, dat je je voetjes op de tafel gooit. Ik mag het niet, ik hoop dat jij het wel mag. Dus ik moet altijd buiten de deur mijn voeten gooien, dus vandaar dat ik ook hier ben. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat je op een gegeven moment wel eens zegt van, kan het nu, kan het niet. Ik geloof dat Karel op dit moment een waardig afscheid neemt. Maar toch geloof ik niet dat het helemaal zo is. Afscheid moet er genomen worden. Afscheid is natuurlijk mooier om te zeggen van, ik heb een fijn seizoen gehad, ik heb een goed seizoen gehad, we hebben een eerlijk seizoen gehad. Ik geloof dat Karel ook het type is om alles goed te doen en niet half afscheid te nemen. Ik geloof dat dat ook belangrijk is voor een sportman. Als je zoveel hebt gepresteerd in de sport, dan kan je niet zomaar afscheid nemen en zeggen, nou jongens, gaat nu wat minder, nu stop ik. Ik geloof dat Karel het goed heeft gedaan. Maar aan de andere kant, Karel, ik geloof toch dat je de andere kant van de medaille ook eens om moet gooien en gaat voor de voetbalsport niet verloren. Je kan zo nuttig zijn voor menige jonge vent, voor je club, voor je vereniging. En ik geloof dat ik wil stellen, mag stellen, dat is jouw mening. Maar wanneer ze een beroep op je doen, verlaat dat clubje nooit en denk altijd, een clubje is een clubje en blijft mijn clubje. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. Daarom wil ik en ieder, ja, niet namens de vereniging, maar namens mezelf bedanken dat u hier bent. En ik zou zeggen, Karel, heel verschrikkelijk veel fijne jaren. En ik hoop toch nog een keer naar je te komen kijken in PSL 1.